Een mondhygiënist is een paramedicus die zich gespecialiseerd heeft in preventieve mondzorg. De term paramedicus houdt in dat een mondhygiënist zelfstandig bepaalde vastgestelde medische behandelingen mag uitvoeren, ondanks dat een mondhygiënist niet aangemerkt kan worden als tandarts of als arts. Een mondhygiënist is dus geen tandarts, maar werkt in veel gevallen wel nauw samen met een tandarts. Een mondhygiënist houdt zich voornamelijk bezig met de mondverzorging van patiënten door het controleren, adviseren en behandelen van mogelijke mondproblemen. Naast de fysieke werkzaamheden kan een mondhygiënist werkzaam zijn als adviseur of voorlichter op scholen. Het beroep mondhygiënist is een beroep op HBO-niveau en wordt tegenwoordig wel mondzorgkunde genoemd. De opleiding tot mondhygiënist is geen makkelijke opleiding. En is zeer uitgebreid. Tegenwoordig mogen mondhygiënisten ook de halfjaarlijkse controle uitvoeren. Het jaarlijks of vaker bezoeken van een mondhygiënist kan veel problemen voorkomen en zal de levensduur van het gebit aanzienlijk verlengen. Het voorkomen van tandsteen, terugtrekkend tandvlees en botontkalking zijn belangrijke taken om het gebit gezond te houden. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een mondhygiënist het beste omschrijven als het voorkomen van problemen aan het gebit door het uitvoeren van preventieve behandelingen. Denk hierbij aan het geven van de juiste voorlichting, gebitsreiniging en aan het uitvoeren van tandvleesbehandelingen. Daarnaast kunnen mondhygiënisten verantwoordelijk zijn voor het maken van röntgenfoto's, het boren en vullen van kleine gaatjes en het geven van verdovingen. Als mondhygiënist werk je in de meeste gevallen zelfstandig, echter ben je meestal wel werkzaam onder de supervisie van een tandarts. Dit is afhankelijk van de specifieke werkzaamheden. Een mondhygiënist mag alleen verdoven, röntgenfoto's maken en gaatjes boren en vullen onder toezicht van een tandarts.